Ja, jij moet erop staan. Oké. Okay. Oh nee, Link. Oh, Link, je bent zo gemeen. Oh. Hey dames en heren, appels en peren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Legend of Gaming. Loglap. Mijn naam is professor Milan. Ik ben hier samen met mijn compagnon / collega professor Link. Ja, dat ben ik. Dat ben ik. Staat hier op mijn naambordje. En vandaag voeren wij een zeer uniek, speciaal, fantastisch, extraordinair experiment uit. Maar niet zomaar een experiment. Niet namelijk zomaar. De beta 3.58 Early Access Special Drop Beta Alpha V3.4 Patch 8.9 Case Opening Bad Case In Trending FTN zo knol. Die gaan. Het is een sick experiment. Het stond helemaal in je beeld vol, denk ik. Maar, wat prachtig. Nee, het wordt fantastisch. Ik weet niet heel veel van dit experiment, Link. Omdat jij vrijwel de leiding hebt genomen in het laboratorium. Ja, ik was even. Ik was gisteren even hier nog even aan het werk. Ja. Weet je wel, ik hou van die overuren. Ik heb toch niet. Dat is helemaal prima. Je hebt verder geen leven, je woont nog thuis. Prima. Ja, daarom. Ik wou naar huis gaan als ik ook hier kan zitten. Ja, nee, daarom. Ik heb eventjes mijn vrije tijd even een parcoursje gemaakt. Ja, ik vind het leuk, want ik zit hier in de lobby van de Legends of Gaming lobby. En ik zie iedereen, zie ik gewoon parcouren voor die puntjes. Ja. Nou, dat is mooi. Maar dit is gewoon zo'n simpel parcoursje. En ik denk dat onze proefkonijnen wel een uitdaging verdienen. Dus er wordt een moeilijker, groter parcours. Ik heb een heel moeilijk, superieure, supervet parcoursje gemaakt. Oh. En dan gaan ze alle 100 tegen elkaar racen. En degene die als eerste over de finish komt, die wint wat leuks. Wat winnen ze, Milan? Oh ja, ik denk dan zo'n pet. Zullen we dat doen? Want, voor de verandering? Ja, is goed. Dus de spelers hier kunnen een pet winnen. Ja. Maar de spelers thuis, die kunnen iets veel vetters winnen. Misschien wel iets veel vetters. Ik bedoel, het kan niet veel vetter dan een log panty. Als jij thuis namelijk een Samsung Galaxy S20 wilt winnen, dan moet je even naar kpm.com/... Legends of Gaming. Ah, precies. Dank je. Ja, ik was even kwijt waar we ook weer in zaten. Ja, bij Legends of Gaming. Ja, dankjewel. Wat je moet doen is in Minecraft maak je een mooi frikandelbroodje. En dan stuur je daar een screenshot van via die link. Worden twee telefoons verloot. Eentje naar de allermooiste en eentje naar gewoon iemand willekeurig. Dus veel succes. Kijk even naar deze server. Weet je, wat zie je nou hier voor je, Milan? Ik zie heel veel Legends. Dat zijn van die prachtige mensen die zo'n lekkere KPN netwerkverbinding hebben. Kijk nou hoeveel er op de server zitten. Ze hebben allemaal een KPN-rankie. Er zitten thuis bij KPN. Bijna, ja, die zitten allemaal bij KPN. Het zijn allemaal collega's die voor KPN werken. Ja, ze werken allemaal bij KPN. In het kantoor. Ze hebben allemaal een vast contract. Oh, gezellig dat de KPN-collega's meedoen. Ook leuk dat ze dan Kev Kev Power heten. Of Daan Banaan. Of Gekke Markie. Dat je dan zeg maar naar verdieping 2 gaat. Hey, Gekke Markie! Hey, Gekke Markie! Hey, frikandelbroodje! We gaan eerst even het LogLab experiment doen. Zal ik je vast even de parcours Ja, laat mij het grote parcours even zien. Nou, ga ik even teleporteren in 3, 2, 1. Zo, daar zijn we dan. Ja. Ah, ik heb het eventjes gemaakt. Ja, even leuk. Zal ik je even laten zien. We zitten hier bij de lobby. Hier komen zo meteen alle 100 proefkonijnen tegelijkertijd in. Dan gaan ze een beetje denken. Oh, 100 man in? Ja. En er wordt een chaos, denk ik. Ja, dat en dat wordt leuk. Ja. Want ik heb hier een levertje die ik om kan. Kijk, ze komen al. Ze komen al. Oh, leuk. Als ik hem boven had, mogen ze allemaal beginnen met het eerste gedeelte. Dan gaan ze allemaal door naar een waterparcours. Dus genoeg parcours voor al deze jeumig. Het staat vol. Het zit, de lobby is verplaatst. Oké, okay, kan je even vertellen vooral 100 in zitten? Kan je vertellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, je moet daar heb je een formule voor. Oh ja. Dat is. Zal ik hem anders even. Ja, laat even zien. Ja, laat even zien. Ja. Dankjewel, Link. Ja, en dat ging heel goed. Inderdaad. En het, nou, het klopt ook nog eens. Ik heb ze nog even nageteld voor zekerheid. Het is ongelooflijk. 50. 49.
48. Nee. Nee. 47. Nee, Link. Begin gewoon bij de 3. Oké. Okay. 3. Goed zo. 2. Ja. 1. Boom. Oh. En go! Hey. Daar gaan ze. En de race is gestart. Oh, prachtige parcours. Mensen vallen allemaal hier, joh. Over de ladders. Wat een druk. Die... Oh, kijk. Er is iemand overheen. Hoe kan die zo snel zo gaan? Zo, die gaat zo snel. Ho. En hij is gevallen. Mensen, er zijn nu al 2 mensen die het hele beginstukje hebben geskipt. Die zijn vlug. Daar gaat hij. Mina, daar gaat hij. Oh, maar weet je wat leuk is? Nou. Ik heb een parcours gemaakt. Hij kan dit niet alleen. Hij heeft hulp nodig. Want dit stukje parcours. Kijk, er zitten allemaal pressure plates. En die zorgen ervoor dat er allemaal blokjes uit de muur komen. Dus hij heeft iemand nodig om daar boven te komen. Oh. Kijk, en dan komen ze medespelers, hoor. Daar komen ze. Oh, maar dit is het experiment. Ja, hiermee moeten ze doorhebben of het... Kijk, of ze zo'n hoog IQ hebben dat ze elkaar moeten helpen om het parcours te halen. Ja, dus je moet mensen achterlaten. Mensen moeten zich opofferen. Ja, maar wie dat is heel zo? Mooi, want mieren zijn net zo, hè? Oh, vertel, en laat vertel mieren me, nou ja, mijn lievelingsdier zijn. Vertel, vind ik nou, leuk. Bij mieren is het zo, ja, dat als bijvoorbeeld iemand ziek is, mm-hmm, dan verwijderen ze die van de groep, zodat de rest van het volk niet ziek wordt. Maar als een mier bijvoorbeeld dan heel erg ziek is en die gaat dood, dan leggen ze die gewoon bij de afval neer. En als een mier zelf merkt dat hij ziek wordt, loopt hij uit zichzelf al naar de afval toe. Van, ik scheid mij van het volk, want ik wil dat de kolonie zich voortleeft. Fun fact of the day. Wist je dat mieren geleedpotigen waren? Nee, wist je dat? Ja, natuurlijk weet ik dat. Natuurlijk. Ja. Nou ja, maar we zijn wel met het hele gesprek nu verder. En nog steeds niemand heeft door dat ze elkaar moeten helpen. Nee. Maar ze kunnen ook niet communiceren met elkaar. Dus dit is echt een heel interessant experiment. Gaan ze doorhebben dat ze elkaar moeten helpen? Die ene die als allereerst was, die staat nu op een veilig plekje. En die zit te wachten. Nou, hij is afgegooid. Hij zit wel te wachten tot iemand het blokje voor hem activeert. Zullen we even kijken naar achter? Want ja, het gaat toch niet heel veel gebeuren. Er zijn mensen die nog steeds bezig zijn met de allereerste jump. Maar dit parcoursje is redelijk simpel bij het begin gemaakt. Maar zijn simpel. Ik vind parcours over het algemeen al heel erg moeilijk. Maar dit vind ik het meest interessante van het parcours tot nog toe. En ik denk dat het nog wel interessanter gaat worden, of niet? Want jij hebt het parcours moeilijker gemaakt dan dit, toch? Ja, het wordt steeds moeilijker en moeilijker. Ik zie wel dat die pauze, die is een beetje bezig met... het kijken welk blokje activeert wat. Ja. En daar ook, die Chris ook. Die zijn een beetje bezig om te kijken van welk pressure plate doet welk blokje schuiven. Ja. Ik zie wat je bedoelt. Maar we kunnen altijd nog, als we zouden willen, mensen helpen. En stel ik op de bordjes, heb ik even bijgezet, want anders vergeet ik dat natuurlijk. Ik heb niet zo'n heel goed geheugen. Maar daar heb ik een bordje neergezet. Bijvoorbeeld hier kan ik ervoor zorgen. Hiermee verschijnt een trap onder de muur. Uit de muur, maar heel goed dat je want kan uit, ja, maar het moet onder de muur eigenlijk staan. Dat heb ik onthouden, dat al stond. Maar ik heb verkeerd getypt, kan gebeuren. Dus je schrijft iets... Ja, maar verkeerd getypt. Ja, maar weet je, je bent nu een beetje verder dan hier. Bijvoorbeeld kan ik hier maken een trap omhoog. Er is iemand! Oh, dat is iemand! We hebben het net wel gezien, net niet gezien. Ik weet het niet. Ja, jawel, het was op beeld. Je zag het in het hoekje, zien gezoomd door Arvi. Dankjewel, Arvi. Hoe heeft hij dat gedaan? Ik weet niet. Dan moeten we even in slow motion beelden even terugkijken hoe dat heeft gedaan, het gozertje. En hij is nu in zijn eentje aan het proberen hoe hij deze voor elkaar krijgt. Deze is wel lastig hoor. Ja, maar ik ga eens even helemaal naar het begin, Link. Want als er nog mensen daar zijn, dan zijn er 2 opties. Of het uninstalleren van Minecraft, want je kan er geen bal van. Mm-hmm. Of even hulp. Kan je iets doen? Zal ik het hun helpen? Kan er iets gebeuren? Ja, kijk maar, lees me voor. Wat doet dit? Extra blokken onder de muur voor moeilijkere sprongen. Ja, ik heb het onthouden, want ik heb het opgeschreven. Je bent nou heel flauw aan doen. Ja, jij zegt dat toch ook? Dat slaat toch nergens op? Ik heb hem geactiveerd. Oké, okay, kijk, zie je? Hier, blokje. Ja, maar dit is wel echt een heel interessant iets van hoe ga je dit ooit coördineren zonder gesprek? Daar gaat die TTV! Ja! Heel sick! Hij had zoveel geluk, denk ik. Nee, coördinatie. Nee, dit is coördinatie. Dat is geluk. Nee, hij had met iemand dat hij op Skype had die gebeld. En daarmee zei hij, nu op de press plate, dat ging niet. Nee, niemand gebruikt meer Skype. Iedereen gebruikt Discord. Oh ja, dat is waar. Maar ik ben benieuwd of hij hem uiteindelijk in gaat halen, die pauze. Ze zijn natuurlijk met dat parcoursje bezig. Nou, kijk. Oh, hadden bijna. Ze komen hier niet doorheen. Zal ik even laten zien hoe het moet? Laat maar eens zien. Je moet gewoon zo. Zonder te vliegen. Ja. Link, zonder te vliegen. Het is geen experiment als je vast bent. Hey, nog iemand. Nice, sick. Oké, ik ga maar even 1 keertje doen. Oh, kijk, dan gaan we daarheen. Kan jij dit echt? Kijk, hij maakt hem zo. Hop.
Nou, jij kan dit echt. Dan gaan we... Oh, oh, dat wordt een knipmomentje. Dat is een knipmomentje. Dat is een knipmomentje. Dan gaan we... Boep. Oh, dat is ook... Ja, ik, nee, ik stond erop, hè. En dan gaan we... Hoep. Link, hop. Ik snap niet waarom je dit aan het doen bent, als je het ja, zelf hebt gemaakt. Kijk, wil je dan... Hoep. Ja. Oh, hij duwde me eraf. Hij duwde me... Oh, oh, oh. Je duwde hem erop. Nee, hij duwde mij eraf. Je duwde hem erop. Ik gun het hem ook wel een beetje. Deze man haalt een inhaalslag. Niet normaal. Ja, die staat nu vooraan. Niet normaal. Ik kan het niet geloven. Oh, dit is weer een stukje. Hetzelfde stukje. Kijk, hij heeft één iemand nodig. Eén iemand zich opofferen. Want kijk, bijvoorbeeld, ik sta hier. En dan kan ik... Aha. Oh, dan heeft hij dat blok... Ah. Oh. Ja, ga maar. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, dat heb ik gedaan. Wat doe je? Nou moet je 3 minuten lang hierin zitten of zo. Of 5... Ja, ik heb hier... Kijk hoe diep dit ook is. Ja, dan gaat... Kijk, gaat Link, hoe diep heb je dit gemaakt? Ja, heel diep. En dan kan hij uiteindelijk hier... Als hij beneden is, dan kan hij met de ladder... Kijk, kan je met de ladder weer omhoog. Hij kan hier, hij kan in deze tussentijd 3 frikandelbroodjes eten. 5 kroketjes in de frituur doen. Weet je wat hij wel vast kan doen? Een lekkere frikandelbroodje maken. Daar een screenshot van maken. En sturen naar www.kpn.com/gaming en dan kunnen ze de telefoon vinden. Ja, nou hartstikke leuk. Ik zou dat ook doen. Oké, ik ga nu kijken. Er zijn nog steeds... Er zijn nog steeds mijn eerste. Hoe krijg je dit voor elkaar? Je bent het niet waard om dit spel in bezit te hebben op dit moment. Ik merk wel dat mensen dat water heel moeilijk vinden. Ja. Nou, hier kunnen we een trapje laten komen. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Hoppa. Nou, trappie. Ik weet niet waar trappie... Natuurlijk weet ik wat trappie is. Een trappie. Oh, hier, kijk. Oh ja, daar zit een trappie. Oh, ja, nu gaat het wel lukken. Ja, iedereen gaat nu. Nee. Dit is allemaal te makkelijk. Hoezo? Nee. Link, nee. Doei. Maar kijk hoeveel mensen hier nu staan. Ja, nu gaan alle blokjes eruit en hebben ze geen parcours meer. Nee, dat is ook weer waar. En deze twee zijn... Oh, daar is die. Kijk, hij is aan het wachten. Oh, ja. Hij gaat hem helpen. Of niet? Hé, want Bowser die weet niet wat er aan de hand is. Kijk, en hij zit te wijzen. Nee, hij zegt, jij moet erop staan. Nee, jij moet erop staan. Ja, jij moet erop staan. Oké. Oh nee, Link. Oh, Link, je bent zo gemeen. Oh. Hij zet nu zijn leven op pauze, letterlijk. Milan. Nee, dit kan niet. Dit is onmogelijk. Ja. Nee, dat ik ga ze exposen. Ik ga ze ook exposen. Ik ga ze exposen. Stel. Er staat Niek. Stel jij komt één van deze namen tegen in Minecraft. Ja. Stel dat het één van je vrienden. Dan heb je in ieder geval een vriend, zeg maar, die het heeft gemaakt. Tussen alle duizenden abonnees van Legends of Gaming die dan in de server is gekomen. Dat is al een prestatie op zich. Ja. Kijk hoe druk het hier is. En nog steeds lukt het niet. Oké, ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik ben benieuwd, gaat hij me helpen of niet? Hey, dat vind ik lullig. Dat is niet helemaal eerlijk. Oh? Ja, toch wel. Of gaat hij pranken? Doet hij met prank? Oh, hij is een lieverd! Wat nice! Het is een lieverd! Oh, wat een cutie. Wat goed. Wat een cutie. En dan gaat hij. Deze persoon moet een hele moeilijke jump halen met slime blocks. Moet gaan parcouren, een kant kiezen en verder gaan. Maar hier uiteindelijk... Oh. Daar gaat hij moeite mee hebben. Ga ik je later laten zien. Oké, okay, ja, hij is al best wel ver, die Jannik. Ik ga even kijken of het überhaupt het gaat... Oké. Okay. Oh, nee, ik wil zeggen, oh, het gaat halen en toen stopt het al. Want staan ze met z'n tweeën, hoor! Help elkaar nou even. Lullig, ja, nee. Ja, nee, ga maar lekker opstaan. Ja, kijk, nee, niet doen, Link. Haha, grapje. Haha, geintje. Nee, Link, stop. Oké, ik stop al. Weet je wat, Milan? Nou. We gaan deze mensen hier even helpen. Komt een trap omhoog. Er komt een trap omhoog. Ja, weet je, ik kan ze nog steeds met rust laten, want ze hebben nog steeds geen idee wat er gaan is. Kijk. Oh mijn god, wat doe je nou? Waarom springt hij niet? Dat weet ik niet, het is een aardappel. Oh, hij heeft hem geholpen. Wat een cutie. Oh, wat nice. Oh, hij wacht op een beurt. Hij gaat er staan, de eerstvolgende komt. Ja, dat hoopt hij. Ja, maar tot nu toe ging dat redelijk. Ja, maar ze zitten ook elke keer te wijzen, dus dat is supergoed. Kom op, die jump kun je halen. Wow, hij is kijk, dit is leuk. Oké, wat gebeurt hier? Kijk waar het bordje staat. Lees maar voor. Met dit knopje lanceer je de spelers op het slijm omhoog. Ja, dus als daar op het knopje staat, hier. Druk eens even op het knopje. Wee! En dan kom je naar boven. Oh. Je moet elkaar nog helpen. Hij moet geholpen worden. Ik ga hem niet helpen. Je moet wachten op weer een speler. Oh, wat een aardappel. Linker Pip zit vast. Zit nog eentje vast. Helpen elkaar niet echt helemaal. Maar nou, misschien helpen ze wel, maar springen ze gewoon mis, hè? Die pauze is hier. De pauze.
Ze staan met z'n tweeën erop. Ja. Slim. Ja. Iemand moet op knop drukken. Ja, nee, ik niet. Nee, hij zit echt van te signaleren van, doe jij even Link. Kijk, ik ga even hier staan. Oh. Nou, wat leuk. Kom je ook hier? Ze helpen elkaar gewoon echt niet. Hij komt eraan. Oh. Die andere guy. Ja, die komt. Ja? Oh, ja. Nou, even een close-up van die actie. Even een close-up slow-mo. Van deze? Alsof hij zeg maar zo in een actiefilm zit. Zo. Hier komt hij. Cinematic. Oh, in a universe. Where one person is gonna make the jump. Oh. Oh, wat een coole wapper ook. Ja, in dat web. We blijven egoïstisch, hè? Dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, je kan op zich wel eentje inderdaad helpen. Ja, één van hun kan er nu opstaan, want dat gaat dan omhoog. Maar ze gaan wachten. Ze gaan elkaar niet helpen. En dat vind ik toch wel egoïstisch van ze. Nee, dat is een experiment. Kijk, weet je, menselijk... Hij deed het voor zichzelf, maar hij is er op. Ja, en even. Hoe dan? En dan verneukt hij het. Ja. Hij heeft pest. Eigen schuld, dikke bult. Dikke bult. De goedaardigheid van de mens komt altijd wel omhoog. En dat is, in dit geval is dat gewoon een geslaagd experiment. Ik vind dat deze mensen even geholpen mogen worden. Kijk eens aan. Extra blokjes als opvangbakkie. Dat ze hem eerder de jump kunnen halen. Hoeven ze minder jumpjes doen. Van die Mickey Mouse oortjes. Ja, vind ik wel. En deze, die blijft wel mooi. Kijk hoeveel mensen hier vastzitten. Er moet gewoon één iemand op de pressure plate staan. Kan ze allemaal helpen. Ik wil even kijken. Kun je niet gewoon een spin spannen? Ja, dat kan. Oh, wat lullig! Hoe dan? Wat lullig! Hij ging er gewoon weer af. Wat lullig! Oh, en die haalt het niet. Oh. Ik kan deze. Ja. Linkerbips is weer. Go. Ja. Yo, hij wilde weer trollen. Mossel, jongen, is echt een naar ventje, hoor. Hij is echt heel naar. Kijk hoe ver ze hier al zijn. Ik heb vernomen dat... Er zit hier al iemand? Het dodelijke dood. Waar is hij? Hij zit onder de grond. We hebben meerdere gangen hebben we gemaakt. Heb ik gemaakt natuurlijk. Ja. En hij zit ergens onder verstopt. Maar ik kan je garanderen, hij zit op de verkeerde plaats. Maar dit gaat wel even duren, want ze moeten dus elkaar helpen. Oh! Hij is doorheen. Huh? Hij heeft hem gevonden. Hoe dan? Het is een geheime uitgang. Ja, ga hem niet laten zien. Daar is trouwens de finish al. Oeh! Milan! Kan die dit halen? Dit is mogelijk, ja. Je moet een slime kunnen doen door het gat. Oh. Oké, okay, sters. Pauze weer gevallen. Oh, er zit nog iemand in de doof. Het is wel een doorzetter, hoor, dit. Is gekke, die gekke Mark is er weer. Dream. Even kijken hoe we het hier eventjes doen. Nou, kijk. Dit is nou echt een droomgozer. Hij helpt zo erg. Oh, nu gaat hij stoppen, omdat hij mij ziet. Maar, kijk, hij blijft helpen. Ja, hij helpt ze allemaal, inderdaad. Dit is, he takes one for the team. En dat waardeer ik. Ja, hij is ook heel fit. Een fik laagstreepje. Goed gedaan. Heel lief. Wacht, ik wil even kijken. Nee, dat kan niet nu nog... Nee, dit kan je niet menen. Dit kan je niet menen. En dan heet je Bergheid. Maar alles behalve klimmen kan je. Kijk, die gekke Mark is ook door het doorloof heen. Die denkt dat hij erop kan springen. Ja, probeer maar. Probeer je best maar te doen. Ja. Ho? Doe even het beeld. Hoe heeft hij dit gedaan? Slime jump. Doe even de beeld even anders, zodat je ook de achterkant ziet. Nee, wat wil je zien? Gewoon achter de mensen. Wil je hier kijken? Nee, andere kant. De finish in je rug. Finish in mijn rug, zo. Ja. Dat deed ik net. Nee, dat deed je niet. Oké, ik doe het nu. Ja. Daar gaat hij. Gekke Marky. Gaat hij het steady halen? Steady. Gaat hij het halen? Hij zit te kijken. Hij wil voor een lospetje gaan, hè? Hij heeft spierpijn in zijn benen van de hele lange rit. Zijn pink doet pijn voor de shiftknop. Nee. Controle gedrukt. Ja, redt het net niet hoor. Hij komt echt 20 centimeter tekort. En pauze valt ook weer. Zullen zij nou allemaal met een bakje chips thuis zitten? Ja, maar met een tablet zo. Met een tablet. Met een tablet Minecraft. Oh, daar komt hij. Daar komt er eentje. De nieuwe sterspeler. Aan Vic. Ik gun het hem wel. Dat is karma. Ja. En karma is ook wel een ding. Van harte. Pauze, redt het! Oh nee! Oh, redt het gewoon! Pauze! Pauze gaat ervoor! Als eerste! Oh, daar gaat hij! Daar gaat hij heel steady! Oh, daar komt er eentje, je gaat in halen! Killer, je moet gaan! Oh. Wat doe je? Je gaat terug! Wat doe je? Oh, hij zit vast! Oh, nee, hij zit vast! Ja, hij moet wel, hij kan hem inhalen! Hij kan hem inhalen! Go! Hij kan er langs! Go! Nee, go. En de winnaar is pauze! Lage streepje! L! Hij werd bijna ingehaald door Killer. Ik had hem zo zien aankomen dat hij werd ingehaald. Ja, dit is een zeer goede prestatie. Maar ik heb deze persoon bijna helemaal niet gezien. En hij is tweede. Maar hij heeft ook gecheat. Hoezo nou weer gecheat? Ja, dat kan niet anders. Ik zou het eruit knippen, maar dat ben ik. Maar ga op jullie plekken staan, want dan horen jullie. Probeer maar op de eerste plaats te komen, want hier staat ook bij. Pst, jij de weg naar een gouden podium vindt. Je moet zelfs
om de eerste plek te halen na de finish moet je nog weer iets klimmen. Nee. Hij is wel gewoon eerste geworden. Maar als hij op die troon wil staan, moet hij wel nog een parcoursje doen. Oh my god. Zo ben ik dan ook alweer. Kijk, een heel parcoursje neergezet. Hier allemaal leuk en aardig. Zo open je dit over die dan finish. Dan kom je daarop en dan kan je zo springen. Oh, als derde persoon. Ja. Oh nee. Ja. Jurgen VS Strengel. Nee, je gaat niet over de finish. Ja, oké. Okay. Ja. Ik wou net zeggen. Dat hij dan jou ziet en dan voor de finish. Hey, hi man. Hallo. Ik heb het geld. En dan allemaal mensen we halen in. Ja, ja, ja. Dus die is derde geworden. Gekke Mark is vierde. Wat een prachtig experiment. Ja, maar wat cool ook. Dat vuurwerk bij dat logo erachter. Ja, zal ik dat even extra highlighten? Kijk, dan ga je door de finish. Ah, ik ben ook gefinished. En dan... Oké, van alle parcoursdingetjes die ik heb gemaakt, welk is je favoriet? Deze. Ja, ik dacht 100% dat. 100% deze. Hoe krijg je het volgend jaar dat je dit niet kan springen hier? Ja, het is vrij simpel. Maar de vraag is, Milan, de vraag van alles. Is iedereen over het eerste stukje heen? Nee, ik wil het niet weten. Ik ga nu kijken. Nee, ik wil het niet weten. Ik ga nu kijken. Nee, dat kan niet. Zijn het dezelfde namen? Weer die berggeit! Wat is die aan het doen? Speelt hij op zijn Nintendo Switch ondersteboven met drie vingers? Wat is dit? Wat doet deze? Wat? Nee! Oké, berggeit, ik ga je helpen. Kom. Kom. Je gaat alles. Nee, blijf. Nee. Kom. Ja, doe het helemaal ook mee. Kom, jij gaat helemaal mee. Kom, berggeit. Daar komt ie. Iedereen zit ook te kijken van, wat gebeurt mee hier nou? Wat gebeurt mee hier? Kom. Hij kan er niet op. Even terug. Hij is te hoog. Go. Rennen. En ook oh, wacht, even een trappetje maken. Ja, goed zo, maar er is iemand boven nog gekomen. Hoe kan dat nou weer? Ik heb geen idee. Ja. Nee. Laat maar zitten ook gewoon. Stik hem maar in. Deze heeft echt letterlijk net 2 minuten Minecraft. Dit is niet te geloven. Je krijgt zo'n voorsprong en dan val je er vanaf van een rechte lijn. Het enige wat je hoeft te doen is W indrukken. Op je computer. Of op je controller vooruit. Hoe? Het is ongelooflijk. Maar het is wel een zeer geslaagd experiment. De conclusie van het experiment. Minecraft is niet voor iedereen weggelegd. Laten we eerlijk zeggen. 1 op de 100 haalt dit. Ja. 1 op de 100 speelt Minecraft met plezier. En kan er ook wat van. Ja. En die ene. Die, we noemen geen namen. Want we willen niemand zo hard maken. Zonder namen. Maar ik denk dat de andere hobby een vrij goede keuze is. Ja. Weet je. Ik vind het gewoon prima. We hebben het parcours gehaald. Weet je nog wie als nummer 1 was gefinished? Pauze. Ik ga hem eventjes vertellen dat hij heeft gewonnen. Ja, doe maar. Loop maar even naar hem toe. Ja. Ik pak even de petten erbij. 2 petten worden er weggegeven, want we willen 2 winnaars. Dus we moeten zo meteen even kijken welke de tweede pet is. Oh, kijk, ze zijn wel bovenop gekomen. Waar is die? Waar is pauze? Hij gaat het proberen. Kom op, pauze. Kom op, pauze. Dit is je laatste moment. Oh, ja! Ja! Onze nummer 1 is... Isis. Pauze! Nou, jij mag wachten op deze vette pet. Maar we hebben nog een pet die we gaan weggeven. En ja, we kunnen wel het aan een tweede persoon geven. Maar ik vind eigenlijk dat we het een troostprijs moeten maken. Want er is iemand die heeft heel hard zijn of haar best gedaan. Ja, maar die heeft ook niet opgegeven. Nee, geen opgever. Blijven springen. Ja. Ik zie hem hier. Berggeit. Volgens mij zat er enorm veel kroketsmurrie tussen haar spatiebalk. Mm-hmm. Of zijn spatiebalk. Zit zoveel potentie in. Binnenkort de beste Minecraft ooit. Berggeit 18, we wensen je een fijne toekomst. Ik hoop dat je deze pet wel kan dragen en weet ook hoe je die moet dragen. We sturen deze naar jou op. Even kijken hoe die reageert. Ik ga ook even zeggen, de troostprijs is er ook. Ja. Die gaat namelijk naar... Ik denk dat hij het niet verwacht. Berggeit 18. Heel triest. Je deed je best. We houden van je. Jij krijgt ook een
Panty. Heel veel. Nou, zou die blij zijn? Ik hoop het wel. Ik denk dat hij heel blij zijn. Yes! Ja, ja, kijk eens! Ja! 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 Heeft het helemaal verdiend. Oh, wat prachtig. Nou, ik denk als wij dit zo online laten met de server, dat morgen als we terugkomen, dat Bergheid nog steeds hier staat. Ja, misschien wel terug. Misschien is hij wel terug. Maar daar gaan we niet op wachten. En wij willen ook niet wachten tot we jou weer de volgende keer zien bij Legend of Gaming. En we willen zeker even dat jij het duimpje omhoog doet, dat je even abonneert. En natuurlijk dat jij een kans kan maken op een Samsung Galaxy S20 door naar de website te gaan. kpn.com/Legends of Gaming. Daarin maak je, in Minecraft maak je eerst een frikandelbroodje, screenshot daarvan en dan upload je dat naar die link. En dan maak je kans op een telefoontje. Als die heel, heel, heel erg mooi is, win je een telefoontje. Maar ook als je überhaupt al één instuurt, maak je ook kans. Ja. Dus er zijn twee telefoontjes te winnen. Ik vond het een heel fijn experiment. Ja. Wat zeg jij? Geslaagd? 100% geslaagd. Ik denk dat dit het beste geslaagde experiment tot nu toe is. Zeker wel. Want er zeker komen wel meer experimenten aan. Dus kan jij niet wachten, blijf geabonneerd. Ja, en als je nog niet geabonneerd bent, ga abonneren. Dan snap ik niet waarom je nog steeds kijkt zonder te abonneren. Dat is ook een beetje gek, hè? Ja. Zolang die video al, zo erg gelachen, niet abonneren, vind ik gek. Dat is heel raar. Ja, vind ik ook. Ja, dan ben je echt een berggeit.